We zijn hier in Utrecht bij de start van het Nederlands Filmfestival. Half filmmakend Nederland gaat hier zo dadelijk kijken naar de openingsfilm Nono, het zigzagkind. Maar wat wij nou vooral willen weten is, wat voor films kijkt filmmakend Nederland thuis? Hebben jullie zelf nog wel eens tijd om thuis op de bank film te kijken eigenlijk? Het zou wat meer, dat zou ik wel fijn vinden, ja. Wat is de laatste die jullie gezien hebben thuis, lekker ontspannen? Batman. Ja, Batman Begins was dat, geloof ik. Ja. Als ik echt uitgezakt op de bank zit, dan vind ik films zoals Project X vind ik heel erg leuk om te kijken. Gewoon waar je hersens ook... Wij kijken naar Shrek de laatste tijd. Ik kijk naar Shrek de laatste tijd. Voornamelijk Franse films. Oh ja? Intouchable. Intouchable. Download je die stiekem? Nee, absoluut niet. Nee, ja, UPC. Ja, precies. Kopen. Le Marie de la Coiffeuse, ken je die? Dat is mijn tip voor jou. Ja, echt? Le Marie de la Coiffeuse, ja. De romantische comedies heel graag. Echt? Ja, echt. Love Actually kan je me echt gewoon midden in de nacht wakker maken. Ik vind het top. Ik zit nu helemaal in de series. De series? Ja, Dexter. Breaking Bad. Maar hij is heel, heel mooi. Ja? Beloof je dat? Ja, ik beloof. Hoe heet hij dan? Marie de la Coiffeuse. Ja, heel goed. Heb jij misschien nog een filmtip voor ons, Willeke? Een filmpje? Holy Motors. Dit is helaas geen Nederlandse film, maar de Geef Hunt. Niet. De Hunt, Europese film. Een van mijn favoriete, Big Fish, maar is ook een oude film. Ja, ook heel prachtige mooi, ja. Film. Ja. Een hele lange Nederlandse reus erin, toch? Ja, klopt. Is inmiddels overleden? Nee, die is niet overleden. Is Kaal staan? Nee, hou op. Dan ga ik naar huis. Toch gauw een beetje in Beautiful Thing of My Beautiful Laundrette. Een beetje toch het alternatieve deel van de filmmakers. He, weinig budget, vind ik altijd heel mooi. Het vervolg op Mario Giovantù. En ik ben nu met alle Borges bezig, dus ik ben wel aan het inhalen. Ook Scandinavische toestand. Ja. Ik ga heel veel naar de bioscoop en als ik dan een film echt leuk vind, dan kijk ik hem nog een keer terug. Bij UPC bijvoorbeeld? Bij UPC. Ja, ik heb UPC, dus bij UPC.